Bro, what the fuck? Yo, ik ben Tim Tigran. En ik ben Devin. En wij zijn onderweg naar verlaten villa in België. En je kijkt naar Seekers. Yes. Is this make-believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. We zijn onderweg naar Chateau Nottebom, door het bos. We moeten het eerst even proberen te vinden. En we hebben al foto's gezien van buiten en van binnen. Het ziet er heel vet uit. Binnen schijnt erg te vervallen te zijn. En je kan blijkbaar niet op de eerste verdieping komen doordat er trappen zijn afgebroken, et cetera. Ja, precies. Maar wij kunnen daar misschien wel komen. We gaan het proberen. Jullie zien zo de rest. Enjoy. Ja. Daar is het sowieso. Zitten daar wel camera's, man? Ja, inderdaad. Check dit. Gebouwd in 1908. Oh shit. Echt niet. Je ziet daar die paal. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er zitten daar camera's op. Maar ze kunnen hier niet al te lang blijven, denk ik. Dit is de ik weet niet hoe geweest, snel hier zijn. Dit. Kijk hoe ziek het eruit ziet. We zijn nu het gebouw binnengelopen. Hangt hier een hele kille sfeer. En alles is kapot en vervallen. Ik heb echt het idee dat het dak ineens zomaar kan instorten, bro. Volgens mij de badkamer. Ben je goed doen, man? Yo, het is fucking eng, man, bro. Ik viel echt bijna bij die trap naar beneden. En de grond hier is helemaal kapot. Oké. Ja. Oké, zoals jullie zien, is er niet heel veel meer van de plek over. We moeten heel erg uitkijken waar we staan, want de grond is hier overal zacht. Zoals jullie zien zijn we op de laatste verdieping van Chateau Nottebom. We moeten heel erg uitkijken, de grond is overal zacht. Echt niet normaal. Dude, ik zakte er bijna doorheen, hè, net met één been. Het is gewoon, zat het kleed nog tegen, joh. Kom. Zo kan je ook heen lopen. Ja, je kan gewoon lopen. Jij moet hier als eerst in met Jacques dan. Fucking hotelkamer geweest ofzo. Ik zat niet te erg. Oh, dat ziet er fancy uit, jongen. Er staat een fucking stoel. En gordijntjes nog. Kut. Alles stort in. Fuck, bro. Ik voel echt mijn gewoon. Ik sta niet lekker, man. Ja, ik kan hier ook niet uit. Fuck jou, jongen. Dat ding brak af. Oké, beter gaan we weer naar beneden. Oké, we staan hier nu bovenop het vervallen Chateau Nottebom. Dit huis, villa, kasteel, ik weet niet hoe je het wil noemen.
is echt te bizar voor woorden. Ja. Ik sta hier echt niet prettig. Tim zakte bijna ook net weer hier door het plafond. Ja, je voelt je continu wegzakken. Heel de tijd. Echt geen prettig gevoel. Maar we zijn boven. Speciaal voor de kijkers. Wij wouden dit laten zien. Wij wilden laten zien dat je toch nog op een speciale manier naar boven kan. Doe dit liever niet. Nee, precies. Neem niet te veel risico's. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Wij vonden het vet. We zijn blij dat we boven zijn gekomen. Dat was onze missie. En het is ons gelukt. Bro, eerst nog zien terug te komen. Ja. Echt waar, je kan niet eens een shake geven gewoon en je zakt die doorheen. Holy shit. Net van boven, ze net die trap af en we horen ineens een klap boven. Oh shit. Iets wat weggegooid werd of zo. Misschien is het de wind, maar het waait niet echt meer. Nee, nou ja, wel wat, maar. En nu moet ik nog. Fuck, ik ben echt bang. Oké. Camera naar Tim. Laat het filmen. Fuck. Kom maar, laat je. Hou je gewoon vast eentje lager daar. En dan aan die traprichel. Juist. Sorry man, ik gleed er weg. Jij bent echt low. Fuck, nee. Oh shit. Dit was echt kut. Godver. Oh shit. Ja, we zijn weer beneden. Hier konden we echt nooit naartoe, hè, via dit. Nee. Het is helemaal vervallen. Oké. Ik voel me echt een stuk veiliger hier zo. Ja, ik echt een stuk veiliger. Deze grond is een beetje stevig. Ik heb ook nog wel een kelder. Zo, en we zijn weer buiten. Ja, beter. Dit was zo hard, hè. Alleen zo eng. Nu nog naar de kelder. Deze entrance. Ik vind het wel creepy, man. Ik voel me niet echt heel erg prettig hier zo. Het is zeker creepy, man. Dit is meer, boven was meer eng van dat het een zou starten. Dat is tenminste licht, weet je. En hier zo, gewoon een nare sfeer, gewoon. Ja, daar ook, maar hier is het nog erger. Het staat ook gewoon een oven, man. Oh shit. Een oven, dus denk ik. Ik schrok helemaal in laars. Oh shit. Shit, man. Oh, een schoentje daar ook. Nee, stop. Kijk dan. Maar die lijkt nog vreemd, man. Ik weet niet, man. Die laars is echt eng. Als het instort, zijn we fucked. Je ziet hier helemaal niks. Nee. Oh. Wat zie je hier? Vlag, man. Een verbrande vlag. Waarom ligt hier een verbrande vlag? Weet gaan we hier zo inderdaad weg. We hebben nu alles gezien, alles gedaan. We gaan nog even buiten een paar zieke fotootjes schieten. Vanaf Chateau Notteboom. We vonden het super vet. Als jij het nou ook hartstikke tof vond, geef dan even een blauw duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Weet je nog ook iets voor ons wat wij kunnen gaan doen of waar we naartoe kunnen gaan? Laat het weten in de comments. Kijk ook even in de description, daar staat ons Instagram. Zullen we de foto's posten van vandaag en upcoming adventures.
Ja, precies. Later.